Ik vind het verschrikkelijk als moeder om dat mee te moeten maken dat je eigen kind dat doet, die je zo niet hebt opgevoed. Ik schaamde me ook heel dood toen hij van zijn bed gelicht werd, 's morgens vroeg, toen werd er aangebeld. Staan er twee politieauto's voor je deur, 3 agenten en hij ging gehandboeid de straat op. Ik schaamde me diep, want de hele straat heeft dat misschien wel gezien. Dat is vreselijk. 14 jaar was hij, ja, dat is niet te bevatten. Het gemak waarmee de jongens over geweld praten verbaast me. Wat had je gedaan als je hem wel bij had? Dat is afgelopen, dames. Hij doet geweest 100%. Geweld gaat samen met onverschilligheid. Slachtoffers hebben het aan zichzelf te wijten. Als een meisje gangster wil doen, dan ga ik haar ook gangster behandelen. Als ik het zo hoor, dan roept het vragen op over het geweten van de jongens. Kennen ze het onderscheid tussen goed en kwaad en hun eigen rol hierin? Of zijn ze gewetenloos? Ik vraag het psychoanalyticus en gewetensspecialist van het OM, Frans Schalkwijk. Leuk u te ontmoeten. Ja, leuk u te ontmoeten. Ah, dan kom ik ineens in het chique Oud-Zuid terecht. Voor een analyse over top 600 jongeren. Ik zal je vertellen, dat is echt waar. De eerste 3 jongens die ik heb onderzocht, die kwamen uit deze buurt. Oké. En ik zei, maar de alles of niets straat, dat is toch niet zo gevaarlijk? Hij zei, meneer, u weet niet wat hier allemaal gebeurt. Veel mensen die over deze jongens praten, die nemen ook heel snel gewetenloosheid in de mond. Ja, 99% van de jongeren heeft problemen met zijn gewetensontwikkeling. Oké. Dus bijna allemaal? Bijna allemaal. Zijn ze gewetenloos? Wel nee. Wat ze wel hebben is dat het geweten niet functioneert. Niet goed genoeg functioneert. Als je geweten niet functioneert, dan ben je toch gewetenloos? Nee, want het geweten is geen alles of niets fenomeen. Dat is de fout die gemaakt wordt. Zijn geweten functioneert in een bepaalde situatie wel en in een bepaalde situatie niet. Is het iemand die ik ken? Is het iemand binnen mijn eigen groep? En dan kan die dus een delict plegen. Terwijl als iemand aan zijn eigen oma of moeder zou komen, wordt hij razend. Maar hij kan zich dus niet voorstellen dat het slachtoffer ook een moeder is. Zo kan dus een hele gewelddadige overvaller die hele hulpzame buurjongen zijn. Makkelijk. Het meest belangrijke is uiteindelijk de sociaal-economische status. En de gezinssituatie waarin iemand opgroeit. Dus het grootste deel van de veelplegers, waar jullie een documentaire over maken, heeft ouders met psychiatrische of fysieke problemen. Of verslavingsproblemen. In Amsterdam heb je de top 600. Maar ook in andere steden zijn vergelijkbare lijsten. Ik ga op bezoek bij Sven en zijn moeder Simone. Sven staat hoog op de PGA. De lijst persoonsgerichte aanpak in het Gooi. Hallo. Hallo. Hey Sven. Goed. Hoe is het, jongen? Gaat wel goed doen met u. Goed met jou? Kom zitten. Mooie schoenen. Dank u wel. Wat heb je er nou voor betaald? 7,65 man. Als hij er hard voor werkt, vind ik het oké. Ja, dan mag het. Ja. Hoe is het nu met je, Sven? Ja, na alles wat er allemaal is gebeurd, gaat het wel goed, man. Ja, wat je zegt, na alles wat er allemaal is gebeurd, hè? Het begon een beetje 2-3 jaar geleden. Hoe oud was je toen? 14 jaar, man. Toen begon ik verkeerde dingen te doen, zeg maar. Heb ik ook vast voor gezeten. Zoals? Wat voor dingen? Ik werd verdacht voor een overval. Dus... En wat voor overval was dat? Dat was op een supermarkt, man. Maar daar word ik nog steeds voor van verdacht. Met de vuurwapen? Met een wapen. Ja, dat is niet echt normaal voor een jongen van 14. Hoe kwam het zo ver dat je, zeg maar, in aanraking kwam met dat soort zaken? Nou ja, school ging wat minder en geld werd belangrijker. Je begint met verkeerde vrienden om te gaan en dan beland je zelf in, zeg maar, vanzelf. Het gaat vanzelf. Ik heb vroeger wel eens drugs verkocht op mijn 14 en zo. En, nou, dan ga je, zit je eerst HAVO, VWO en dan ga je naar de HAVO. En dan ga je naar de MAVO en op de MAVO ging het helemaal mis. Wat ik veel om me heen hoor in dit programma over deze jongeren, is dat jongens vaak een hele moeilijke jeugd hebben gehad. Uit gezinnen komen waar heel veel gebeurt, mishandelingen, onrust. Hoe is dat bij Sven? Uit wat voor gezin komt hij? Uit gewoon een heel normaal gezin. Ik werk wel en mijn man die werkt gewoon 5 hele dagen. En
Ja, er wordt ook altijd maar verteld van dat ouders schuldig zijn. Maar ouders zijn in dit geval helemaal niet schuldig. Klopt. Want ik heb twee kinderen waarbij ik deze problematiek eigenlijk nooit heb gehad. Maar... Dat is gewoon allemaal heel goed gegaan, zonder problemen. Ik vind het verschrikkelijk als moeder om dat mee te moeten maken... dat je eigen kind dat doet, die je zo niet hebt opgevoed. Ik schaamde me ook heel dood toen hij van zijn bed gelicht werd... 's morgens vroeg, toen werd er aangebeld... Staan er twee politieauto's voor je deur, 3 agenten en hij ging gehandboeid de straat op. Ik schaamde me diep, want de hele straat heeft dat misschien wel gezien. Dat is vreselijk. 14 jaar was hij, ja, dat is niet te bevatten. Goed met jou. Dat is goed. Dat is goed. Inmiddels is Sven na een lang traject met behulp van buddycoach Appie weer op de goede weg. Waarom luister je wel naar Abdul en niet naar andere hulpverleners? Dat, en naar zijn moeder en vader, en luister die ook nooit. Hij kan me goed aanpakken en hij doet het op de juiste manier. Wat is dan de juiste manier voor jou? Dat weet hij. Ja. Je moet in zijn schoenen kunnen lopen, uit zijn bril kunnen kijken. En op het moment wanneer dat voor mij duidelijk is, dan ga je werken aan een vertrouwensband. Je kreeg wel een enorme zware casus op een gegeven moment, in één keer. Het moeilijkste van het gooien werd ook toegezegd. Hoe werd jij genoemd? Het moeilijkste casus van heel het gooien. Echt waar? Waarom? Ja, gewoon, er waren zoveel problemen. Ik werd van heel veel dingen verdacht. Er zijn heel veel rechtszaken om mij gelopen. En ja, dat bijvoorbeeld. En hoe was het voor jou om de moeilijkste casus van het gooien genoemd te worden? Ja, dat. Ik stond daar niet echt bij stil, maar dat is natuurlijk niet helemaal normaal. Appie heeft met Sven nieuwe doelen gesteld. Eén daarvan is een kickboxwedstrijd vechten. Meerdere keren per week trainen ze. Hij kan daar zijn frustraties in kwijt. Heb je al veel woede in je die je eruit moet petsen? Ja, man, als ik terugkijk naar het verleden, dan dat maakt mij soms wel eens boos. En dan ga ik gewoon trainen en dan voel ik me daarna weer rustig, weet je. Links. Appie traint niet alleen met Sven, maar staat dag en nacht voor hem klaar. Samen hebben ze inmiddels veel meegemaakt. Het was in de zomer, vorig jaar. Ik werd gezegd dat ik een Rolex had gestolen. Maar dat was niet zo. Links, rechts, hoek. Er komt ineens 30 man uit de heg gesprongen. Iemand trekt een pistool weg en dan natuurlijk weg. Springen ze met z'n 30 op mij, wordt een fles om mijn kop kapot geslagen. Wordt een pepperspray in mijn ogen gedaan. Word ik met hamers geslagen, word ik met hockeysticks geslagen. En kwam ik in het ziekenhuis en toen kwam Appie langs. En, Wat ik echt goed vind van jou, is hoe jij daar daarna mee omgaat. Meteen daarna. Dat ik meteen met hem bijvoorbeeld bepaalde afspraken maak die hij nakomt. Zoals op tijd thuis zijn. Zoals niet meer, dat ik hem niet meer wil zien bij bepaalde plekken. En daar houdt hij zich daaraan. Hij zal zelf ook wel geschrokken zijn van die situatie. Dat niet, man. Nee? Ik heb zoveel meegemaakt dat ik daar geen gevoel meer voor heb, man. Ja. Het klinkt in mijn oren niet zeg maar gewoon. Dat je bij zo'n traumatische situatie niks voelt. En het, zoiets hebt van het is gebeurd. Ja. Nee, dat klopt. Dat kan ik ook begrijpen. Dat is toch ook niet normaal? Dat is in principe is dat niet normaal. En daarom ben ik van mening dat... Dat hij goed doet voor zichzelf als er begeleiding is in combinatie met behandeling. Met een psycholoog. Het is nu wel een jongen geworden. Bijvoorbeeld laatst belt zijn moeder mij op en die zegt... Sven heeft voor mij, voor mijn verjaardag, een cadeautje gekocht. Dat heeft hij nooit gedaan. En moeder, koopt een bloemetje voor moeder. Omdat dus hij is empathischer geworden? Hij is in mijn ogen zeker empathischer geworden. Links en rechts. Jullie zijn vrienden van Sven? Ja. Ik ben altijd geweest steunen. Mijn ouders waren er niet altijd voorstander van. Waarom niet? Ja, die zagen ook dat hij slechte dingen deed. En die dachten, straks krijgt hij ook, zeg maar... Waarom is het met jou niet fout gegaan? Ik heb wel iets van, dat doe ik niet, dat durf ik niet. Hij ging ook minder met de jongens om met wie hij op dat moment omging, zeg maar. Dus hij durfde meer? Dat zeker wel, ja. De aanpak van buddycoach Appie lijkt te werken voor Sven.